het genoeg. De wandeling is gedaan en Hoorn is gezien. Maar misschien is Hoorn door u nog niet een keertje goed gezien. En daar kunt u dan aanstaande zondag verandering in brengen, want we hebben daar een hele mooie wandelroute uitgestippeld. Vanaf 12 uur 's middags kunt u de routebeschrijving ophalen bij het VVV-kantoor. Toen wij van Hoorn en de regio gingen kijken bij het VVV-kantoor, ontdekten we dat er veel mensen hadden gereageerd op de oproep van de AVRO. Eindelijk binnengekomen interviewden we directeur Dick van der Peil. En mijn eerste vraag is wat zijn verwachtingen zijn betreffende de opkomst. Ik heb net even met de dames van de AVRO zelf gesproken, die natuurlijk de ervaring van elke week hebben. Dan kan het variëren van 40 tot 4000. Dus laten we nou eens het gemiddelde nemen, 2000. Dat verwacht ik. Nou, dat is geen slecht gemiddelde. Wat voor mensen doen daar nou aan mee? Een ontdek je plekje. Is dat nou een bepaald soort mensen? Nou, ik moet dat dus ook zelf ervaren. Ik ben vanaf 10:30 hier op de zaak en toen stonden de eerst al voor de deur. Dus het zijn vroege wandelaars. Ik heb de indruk, en dat is natuurlijk ook te verwachten, dat er een heleboel echt AVRO-leden zijn. Dat herken ik aan het pasje. En echt mensen die dat vaak doen. Een heleboel mensen heb ik gesproken die bijna alle wandelingen tot nu toe hebben gelopen. Dus dat is nogal wat. Terwijl er nog een heleboel mensen staan te wachten voor de Statenpoort, beginnen wij met de route. En lopen onder het poortje door wat leidt naar de Wisselstraat. Afgeleid van de daar toen gevestigde Bank van Lening. Vanaf de Muntstraat kijken we over de ophaalbrug naar de pakhuizen aan onder de boompjes. Waar een forse gevelsteen met twee 17e eeuwse driemasters duidelijk zichtbaar is. Via de Pakhuisstraat komen we op Achter de Vest, waar we halverwege twee doelenpoortjes vinden, namelijk die van Sint Joris en die van Sint Sebastiaan. De meeste wandelaars namen echter de aarden wal, die vroeger als stadsbegrenzing werd gebruikt, om zo bij de Maria of Kruittoren te komen. Waar de mogelijkheid bestond om te worden rondgeleid door de kalligraaf Joop Willems, die daar zijn atelier heeft. Helaas, toen begon het te regenen. En de mensen die niet meer bij Joop Willems naar binnen konden om te schuilen of om te kijken, moesten hun paraplu tevoorschijn halen. Maar ook regen kan mooie plaatjes opleveren. We gaan via de gedempte turfhaven naar het Nieuwland, waar het gezicht van Theodorus Velius, de befaamde geschiedschrijver van Hoorn, het weer troosteloos bekijkt. In de gracht, van wat vroeger een deel van het riviertje de Gouw was, kijken alle eenden gelaten toe. We lopen over de bruggetjes van het Munnekeveld. En we komen zo bij het bekende Klaas Stapelshofje. De toegangspoort, die vroeger hoorde bij de Latijnse school, had veel bekijks. In het hofje heerst een heel aparte sfeer. Aan de overkant van het Munnekeveld vinden we een geveltje uit 1593, wat het oudst gedateerde woonhuis van Hoorn is. Wij gaan naar het dal en daar gaan we het Sint-Pietershof binnen.
De commentator van Ontdek je plekje zei dinsdags: zo moet een hofje nou zijn. En dat hij niet overdreef, dat ziet u hier. Een besloten wereld in Hartje Horense binnenstad. De oude pomp die nu alleen staat te pronken. En let u op de klok met speciale cijfers en één wijzer. Moeilijk klok kijken. Dat wist ook een van de geïnterviewde dames te melden. En wat ontdekt u nou allemaal van Horen? Ja, echt wel leuke dingen, want dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Nee, dit was helemaal fantastisch natuurlijk. Dat denk je niet midden in de stad. Nee. Wij kijken naar die klok. Ik heb een klok hangen en het is ook die cijfers. Ja? En ik heb hem, wij hebben hem gekocht en toen was die meneer boos, want hij had nooit verkocht mogen worden. Want die zie je nergens. Nee, nee. En nou zien we daar die cijfers in, precies hetzelfde. En wat valt u nou vooral op van Horen? Nou, die oude gebouwen uit de vroegere tijd. En dat het ook mooi gerestaureerd is. Want ik ben hier een jaar of wat geleden geweest. Toen was het meer rommelig. Het is nu echt wel veel mooier weer. En dan zijn we weer terug bij ons uitgangspunt. Namelijk de Statenpoort. Waar we nog even naar binnen lopen om de heer Van der Peil zijn reactie te horen over zijn eerder gedane verwachtingen. Meneer Van der Peil, hoe is het gegaan? Hoeveel mensen waren er vandaag? Het gaat nog steeds door, u ziet het. Maar de dames van de AVRO hebben voorzichtig geteld aan de hand van de programmaboekjes die officieel al op zijn. We zijn al aan het improviseren met andere routes die ongeveer gelijk zijn. Maar er zitten wel aan een 2700, 2800 mensen. Prima. En weet u nou al inmiddels wat voor type mensen er aan meedoen? Nou, toch wel wat ik schetste vanochtend, geloof ik, of toen we begonnen. Echt wandelaars, ja. Ik heb ook buiten met een heleboel mensen staan praten of ze dat veel doen. En inderdaad, het zijn vaak toch mensen die bijna al die wandelingen lopen van de AVRO. Maar ik heb uit de stapel toch ook ontdekt dat er een aantal Horinezen, toch ook nog redelijk wat Horinezen en ook Enkhuizers, Medemblikkers. Dus ook wat regio mensen. En de reactie in de grote lijnen? Ja, nou, ik dacht toch over het algemeen erg goed. Ik moet toch ook wel zeggen, en dat wisten we ook wel, dat een aantal mensen de kermis weer niet op prijs stellen. Want dat geeft natuurlijk toch wat moeilijk beeld, wat slordig beeld van de monumenten. Maar ja, dat is dan helemaal niet anders. Een aantal anderen, ik ben net een ronde door de stad gaan maken, zie je met die boekjes, dus men is gauw herkenbaar. Nou, echt heel veel hoor. Bij de oliebollenkraam staan en lekker poffertjes eten en koffie. Die namen hun gemak ervan, dus ja, het wordt natuurlijk wisselend uitgelegd. Buiten blikken we nog even op de Statenpoort, want je gaat de bekende dingen toch wel even anders bekijken. Mede dankzij Ontdek je plekje.